vijf weken van rust, natuur en ontspanning is het tijd om te vertrekken naar alweer onze laatste stop van deze reis. En dat is de stad waar we ook zijn begonnen aan dit avontuur. We zijn weer terug in Bangkok. Ingecheckt in het Novotel. Hotel. En we lopen eens even naar buiten. En dan is dit je uitzicht. De straat waar wij nu zitten is eigenlijk een van de modernste stukjes van Bangkok. Ze zijn prachtig gebouwen. En je kan ze eigenlijk niet zien. Kijk maar eens hier omhoog. Maar het kan het ware als het dekt. We moeten een flink eind lopen om een plek te vinden waar we zicht hebben op alle architectonische hoogstandjes die de laatste jaren langs deze straat zijn gebouwd. Maar door alle viaducten van de Skytrain en de Skywalk blijft het zo goed als onmogelijk om de gebouwen in hun volle glorie te aanschouwen. Nou, ik heb van alles geprobeerd om wat mooie beelden te krijgen van die prachtige gebouwen, maar dat gaat niet lukken. De enige mogelijkheid is of hier omhoog gaan, het zo van de Skytrain op, of de drone omhoog laten. Mensen vragen vaak aan ons, wat is er nou zo leuk aan Bangkok? Nou, dat is moeilijk uit te leggen, maar ik zal een poging wagen. Bangkok is groots en massaal, maar soms ook weer klein en dorps. Het is oud en vervallen, maar tegelijkertijd ook nieuw en supermodern. Bangkok is in één woord overweldigend. De verkeersdrukte in Bangkok is enorm en staat vaak muurvast. Jezelf door de stad verplaatsen was voor de komst van de Skytrain echt een drama. Je kon uren onderweg zijn en maar een paar kilometer hebben afgelegd. Maar gelukkig is er sinds 1999 de Skytrain. Skytrain maakt het voor reizigers mogelijk zich snel over alle verkeersdrukte heen door de stad te verplaatsen. Hierdoor is de stad weer leefbaar geworden. De Skytrain slingert zich op hoge paden door de stad, waardoor de winkelstraten als het ware zijn overdekt en soms meer lijken op tunnels. Om de straten voor voetgangers weer aantrekkelijk te maken, zijn er verhoogde voetpaden aangelegd en zijn er wandelpaden gemonteerd onder de viaducten van de Skytrain. Als je nu uit de Skytrain stapt, dan ga je eerst met een roltrap naar beneden en dan kom je in het wandel- en winkelniveau terecht. Maar kijk, je bevindt je wel een metertje of 7, minimaal, boven het straatniveau. Je merkt eigenlijk niet eens dat je je op grote hoogte boven de straat bevindt, want je loopt vanaf de Skywalk, via loopbruggen die soms wel iets weg hebben van de slurf naar het vliegtuig, rechtstreeks de ene naar de andere shoppingmall of kantoorgebouw binnen. Alles is mooi gemaakt met groen. Ze maken er hier echt wat leuks van, hoor. Het netwerk van Skybridges wordt steeds verder uitgebreid en is inmiddels kilometers lang. Er worden veel van de verbindingsbruggen naar de winkels vervangen door bredere voetgangersconstructies, waardoor er boven het straatniveau als het ware hele pleinen ontstaan van waar je direct alle winkels en gebouwen kan betreden. We komen nu denk ik een jaar of 20 in Thailand.
En je ziet het echt steeds mooier worden. Die hele skywalk, daar zijn ze echt heel lang geleden al mee begonnen. Maar het wordt prachtig en het is ook verdraaid makkelijk. Ook zijn er hele pleinen die gewoon boven de straten zijn gehangen. Het verkeer reist er onderdoor en de Skytrain scheert er overheen. Op deze manier is er steeds meer ruimte gecreëerd voor voetgangers. Blijf je in Bangkok verbazen hoe creatief ze hier met ruimte omgaan. Wij zijn inmiddels aangekomen bij de allernieuwste mega shopping mall in Bangkok, waar wij wat boodschappen gaan doen. Deze mall is ook weer van een omvang die wij in Nederland gewoon echt niet kennen. Werkelijk alles is hier te koop, tot de nieuwste auto's aan toe. Bij een supermarkt halen wij wat spulletjes, zodat we straks weer thuis wat lekkere Thaise gerechten kunnen maken. En dan begeven wij ons naar de pier waar wij de dinnercruise gaan maken die wij aan het begin van de vakantie hebben gemist, omdat we domweg te laat bij de boot aankwamen. En onderneemt Leo een poging een stukje video op te nemen. Jij het zelf filmen. Deze dinnercruise hebben we alweer plannen gemaakt voor 2025 en was het een mooie afsluiting voor de vakantie van dit jaar.